Hallo Nederland, hallo kijkers van Metropolis. Mijn naam is Idi Lemmers. Over de hele wereld worden er lotions en crèmes gebruikt om jong te blijven. Hier hebben wij één grote apotheek vol met kruiden die je jong houden. Namelijk het ongerepte oerwoud van Suriname. Deze kruiden worden niet gebruikt om het gezicht jong te houden. De vrouwen gebruiken deze kruiden om jong te blijven van onder. Als je niet zelf het bos in kan om deze bladen te verzamelen, dan kan je altijd terecht bij de Vreedzaammarkt in Paramaribo. Rachel, wat verkoop je hier allemaal op de markt? Nou, bladeren soorten. Mm-hmm. Van alles wat je nodig hebt. En wat voor kruiden heb je? Zoals Pilsombody, Asukutrobi. Die zijn voor die vrouwpersonen. Bombogasa en nog veel andere meer. En vrouwen gebruiken deze dingen speciaal? Jawel. Waarvoor gebruiken ze? Om zich te reinigen. Mm-hmm. Wij Kriolen houden van bladeren gebruiken, weet je. Zodat je jong kan zijn van anderen, weet je. Dus naar de wiri die zij horen, jongen? Ja. Is dat belangrijk, voet aan jongen? Jawel, voor mij wel hoor. Ik weet niet als het goed voor de meeste mensen zijn, maar voor mij wel. Wat gebruik jij? Ik gebruik Kill Somebody. Ja, ik gebruik Kill Somebody. En je hebt er voordelen aan? Ja, heel veel. Ik geniet ervan. En niet jij alleen? Nee hoor, mijn man geniet ook ervan. Kan je me in het kort uitleggen wat die kruiden zijn die je hier hebt? Ik heb een heleboel. Wat is die Kill Somebody? Die Kill Somebody. Zo. Het doet heel veel. Je wordt sluit. Je vagina wordt sluit. Zodat je als je om kan krijgen, voel je af als je weer ontmaakt. Dus vandaag gebruik ik mijn blad. Ik weet niet waarvoor iemand anders het zou willen gebruiken, maar daar gebruik ik het. Maar sommige vrouwen, dit tak, als dan zoiets die man ingeren, maar als je die oma, want als dan een hati. Oh, voor mij niet hoor. Nou, kan het dan ook een ding. Maar voor mij niet. Is het ooit gebeurd dat je te lang hebt gezeten erop en dat je te strak bent geworden? Ja, toen ik mijn eerste meisje had gehad. Ik heb er 3, toen ik mijn eerste had gehad. Na de bevalling dus? Ja, dus na de bevalling. Toen ik thuis kwam, moest ik het nemen, maar die was te heet. Mijn zus heet Annemarie Bonsman. En zodra ik mijn bladeren koop, ze moet me alleen bellen van Rachel, kan je bladeren voor me sturen? En dat doe ik het, want dan weet ik wat ze gebruikt. Zij gebruikt alleen Kill Somebody. Je zit die sabon? Moesu toch. Even jong is sam jongen toch. Annemarie, wat ben je nu aan het doen? Ik ben bezig bladeren in een ketel te zetten. Mm-hmm. Voor ons morgens, ochtend en avondritueel. Mm-hmm. En wat voor bladeren zijn het? Dit is bijvoorbeeld Kill Somebody. Meer bekend als Kill Your Darling. Het is eigenlijk een bos cashew die men dan ook gebruikt. Mm-hmm. Ik hoorde met Kill Somebody panjes erin, hè? Ja, je hebt Kill Somebody panje, Kill Somebody patu, Kill Somebody poku. Ja, noem maar op. Het is heel populair. En waarom draag je zo'n panje dan? Is het om reclame te maken voor jezelf dat je gebruikt de wiri dit? Nee, niet direct. Het is gewoon, het is een mode. En waar de man in gekomen? Nou, na ono maron, even een populair pokoede of een sandesa populair, dat je potu een panje, dat je baie, je abeng. Even een plezier de pe furu maron ode, dat je weer een panje. Tak, als man dat werkt, dus om die panje. Is dat smaak op las voor de kruiden die ze? Ja, je hebt bepaalde kruiden staan je over in je schim. Dus als je gebruikt, dan heb je jeuk, vaginale jeuk, je hebt plaats voor jeuk. En soms heb je plaats voor witte vloed. Dus als je soms een soort wiri je schim hebt, en alle wiri je schim hebt. En voor afvalwater, zelfs dat er schrift het tegen je, je bevallen in een wasdom van afvalwater, omdat je een boom voor dat je hebt lage salie of hoge bloed. En hoe lang heb je gebruikt deze anisba? Zo, ongeveer 16 jaar. Mijn eerste boy op 16 jaar. Mm-hmm. Bij de bevalling van mijn eerste zoon ben ik ermee begonnen. En hoe oud ben je nu? Ik ben 36. Maar voelt dat in de gebruiking? Ja, niet echt. In de kill nobody? Nou, in de kill somebody. Je bent nogal modern, want eigenlijk wordt dit op houtvuur gedaan, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar we wonen in de stad nu, dus we hebben geen houtvuur hier. Dus dat doen we net op de gas.
En wat ga je nu doen als het al gekookt is? Als het is gekookt, dan ga ik het meenemen. Dan ga ik nu naar de badkamer. Dit is een poe. Zet je? En nu je dan in je poe hebt gezet, wat ga je dan doen nu? Dan ga je erop zitten. Nee? Ja, dan ga je erop zitten. Dan ga je eerst op die dam zitten. Een paar minuutjes. Hoe lang je het kan dragen. En moet je je vagina dan ook wassen daarmee? Ja, je zit erop. Je spray je binnen, je zit erop. Gewoon zitten? Zo. Ja. Maar met je handen dan zo. Dan maak je het schoon. Dit is eigenlijk een manier om jong te blijven voor de vrouwen. Want tot hoe oud doen de vrouwen dit? Onbepaald. Tot de dood. Een hele leven. Ons levenslang. Ja. Anne, jij bent met het broertje van Annemarie. Ja. En je gebruikt ook Kill Somebody. Hoe lang gebruik je het al? Ik ben al 4 jaar met John. Dus 4 jaar ben ik al bezig. Mm-hmm. En hoe heeft hij je dan overhaald om het te gebruiken? Want jij kent het niet, je bent Javaanse toch? Mari heeft me geleerd. En je hebt het gewoon gebruikt? Ja. En heb je verschil gemerkt? Jawel. Wat merk je? Moet ik dat gewoon vertellen? Ja. John, jij bent de man van Anne. En je bent al 4 jaar met haar. De ring niet kill somebody, hè? Wordt het zo genoemd omdat die vrouw dan die man gaat vermoorden als het gebruikt? Ja, figuurlijk denk ik wel, ja. De naam zegt het al, kill somebody. Mm-hmm. Dat zegt hij veel. Mm-hmm. Ja, waar bepaalde mannen zijn van, hij houdt het voor een uurtje lang, mm-hmm. maar nu houdt hij het maar 10 minuten. Maar wie gebruik maakt van kill somebody. Dus omdat die vrouw dan kill somebody heeft gebruikt, komt hij dan sneller klaar? Ja, met andere woorden ja. Omdat die vrouw dus strakker is? Dat klopt. Die vrouw heeft hem dan vermoord. Ja. Jij wordt dus vaker vermoord. Ja, om te zeggen zo'n beetje ja. Een man kan je zeggen, een man kan niet altijd aan de top staan. Mm-hmm. Soms is het ook nodig dat de vrouwen, meer vrouw, ook de baas speelt. Ja, ja. En als een vrouw dus, volgens de traditie, als een vrouw dus deze kruiden gebruikt, dan is zij de baas in bed. Ja, 55%. Ik weet van mij, dus ik zou niet zeggen 100%, ik zeg van 55%. Dus 55% is de vrouw de baas in bed. En als ze geen kill somebody gebruiken, hoeveel procent is dat dan? Ja, dat dropt automatisch 45%. Dat is de overige 55% voor mannen. Een Nederlandse etnobotanicus heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van kruiden in Suriname. Dit onderzoek wees uit dat kruidenbadjes best gevaarlijk kunnen zijn. De vagina droogt uit. En daardoor zou de overdracht van seksueel overdraagbare infecties vergemakkelijkt worden. In Suriname is het resultaat van dit onderzoek niet positief ontvangen. De mensen vinden dat de kruiden al honderden jaren worden gebruikt. Ook vinden ze dat Nederland, ons voormalig moederland, eindelijk moet ophouden met het afkraken van alles dat met Suriname te maken heeft.